Goedemiddag iedereen. Nah. Welkom iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Wow. Ja, wat hebben we gedaan vandaag? Vandaag zijn we naar de rommelmarkt geweest in Lendelede. Ik weet het, het is geen rommelmarkt vlog. Waarom? Gewoon simpel, omdat ik geen zin had om te vloggen vandaag. Gewoon, ik had gewoon zin om op mijn gemakje naar de rommelmarkt te gaan zonder de camera, dit en dat. Zonder dat ik moet denken van, ah ja, ik moet dat filmen, dit en dat. Dus ik heb gewoon vandaag een keer niet gefilmd, maar ik heb wel van alles gekocht. Ik heb een volledige rugzak, dus dat is mijn rommelmarkt rugzak, die volledig vol zit met films. Er zit maar één Blu-ray in, ik heb maar één Blu-ray gevonden. Er waren er nog Blu-rays, maar ze waren gewoon allemaal veel te duur. Allee, voor wat maar was. Dus ik heb wel een hele hoop DVD's gevonden. Voor super goedkope prijzen van 20 cent, 50 cent naar 1 euro. Dus ja, het was in Lendelede, de super schone rommelmarkt, het was echt mega goed weer. Het was al heel veel volk, het was nog maar, goh, hoe laat was het, na 6 uur of zo, weet ik veel, ik weet niet meer hoe laat dat juist was. Maar het was alles al veel volk. Dus het eerste, als ik toekwam, ik had mij geparkeerd, ik had te voet naar de rommelmarkt en het eerste kraam al, maar echt letterlijk het eerste kraam, wat ik dvd's zie lijn, was allemaal aan 20 cent stuk. En er zat ook een beetje een collectie bij van Jackie Chan. En het waren allemaal films dat ik nog niet had. Dus ja, we gaan een keer de rugzak open doen. Voilà, we gaan dat hier een keer naast mij zetten. Zo. En we gaan een keer tonen wat we dus allemaal gevonden hebben. Voilà zie. We gaan beginnen bij het begin, hè, like altijd. Dus de eerste DVD dat ik gevonden heb is met Jackie Chan en Chris Tucker. Dat is Rush Hour 1. Mega goede film, super grappig, goede actie. Ja, ik had hem nog niet, dus blij dat ik hem in de collectie heb. Pardon. Dan de volgende film met Jackie Chan is Rob... Hoe zeg je dat? Rob Hood. Ja, Rob Hood. Voilà. Dus... Deze waren dus allemaal 20 cent. Hè? Dus 20 cent stuk. Rob Hood met Jackie Chan. Dan de volgende film was ook 20 cent. Met Jackie Chan, John Cusack en Adrian Brody. Dat is Dragon Blade. Voilà ze. Dan de volgende film. Ook met Jackie Chan. Is Mr. Nice Guy. Voilà. En dan de volgende film is ook met Chris Tucker en Jackie Chan is Rush Hour 2. Voilà. Dan. Deze films, ja, dan heb ik iets stom gedaan. Op een ander kraam heb ik eigenlijk nog een keer Jackie Chan Mr. Nice Guy gekocht. Dus ik heb hem nu eigenlijk twee keer. Niet slim, maar het is wat het is. Dus die ga ik apart leggen. Voilà. Dan een Blu-ray gevonden voor 2 euro. Dat is It Chapter 2. Voilà, voor 2 euro. Was ik ook wel blij mee. Dan de volgende film. Laat mij alstublieft een keer weten of dat een goede film is. Het sprak mij wel aan. Als ik de cover zag, ik heb hem vanachter een keer gelezen. En ja, het sprak mij wel aan. Dat is A Tale of Two Sisters. Voilà, die film. Dus laat me een keer weten, mensen, of dat een goeie is, ja of nee. Dan, de volgende film is met Christopher Reeve, ja. En Kirstie Alley, dat is een horrorfilm, Village of the Damned. Voilà, ik weet ook niet of dat een goeie film is. Voilà. Dan, de volgende film was gewoon een kraam, en een normaal kraam, met allemaal bril op. En daar lag er gewoon één DVD. En de DVD was 50 cent. En ja, ik heb het gewoon gekocht. Misschien trek ik het echt op niks. Maar dat is de film, de horrorfilm Punishment. Voilà, dat ziet er hier niet leuk uit. Wat er aan het gebeuren is. Was 50 cent. Dus ik zeg ja, waarom niet? Dan de volgende film.
was eigenlijk een boxset. Was 1 euro voor een boxset. Cube Zero, Cube, Hypercube. Voilà, dus 3 films in 1 boxset. Ik ga er best een keer naar kijken. Voilà. Oké, okay, 1 loszittende DVD. Ah ja, die moet van onder zitten. Dat zal daarom zijn, denk ik. Oké. Dus hier zitten er 4 discs in. Maar er staat toch op. Ah, een bonus disc zit er ook nog in. Oké, okay, dus dat zal Cube zijn. Cube, wacht even. Ah ja, Cube, Cube 2 en Cube 0. Ja, het zal wel zo. Ik weet het niet hoe dat juist zit. Oké, okay, voilà. Dus ken ik ook niet, totaal niet. Ik weet niet of, maar ik heb het ook een keer gelezen van achter, dus het zag er wel goed uit. Dus ja. Dan de volgende film is met Dwayne The Rock Johnson. Heb ik ook al nog gezien vroeger, vond ik ook nog een goede film. Dat is Snitch. Heel proper doosje nog, het was lekker splinternieuw. Voilà, sowieso kuis ik al mijn films dat ik koop, alles kuis ik vooraleer dat ze in mijn collectie gaan. Dus dan de volgende film is met Michael J. White. Dat is Black Dynamite. Voilà, had ik ook nog nooit van gehoord, want Michael J. White vind ik wel alleen een toffe acteur. Niet alle films, maar sommige wel. Dan, ik denk dat het een Belgische film is, ik ben dat niet zeker, maar ik denk van wel. Dat is C'est arrivé près de chez vous, of zoiets. Voilà, de din hier. Die zat nog in plastic, maar het zat een mega grote sticker op dat ik er niet af kreeg. Dus heb ik gewoon heel plastic eraf gedaan. Dus die was nog splinternieuw. Dan de volgende film is een klassieker natuurlijk met Bugs Bunny en Michael Jordan. Dat is Space Jam. Voilà, ook blij dat ik die gevonden heb. We zijn er nog niet in, mensen. Dan de volgende boxset was ook 1 euro. Ik had nooit geloven, maar het is zo. Dat is met Eric Roberts en Philip Ree. Dat is The Best of the Best, The Complete Collection. Voilà. Voor maar 1 euro. Voilà. Dan, daar heb ik 20 cent voor betaald. Ik weet totaal niet of dat een goede film is of niet. Ja, ik heb het gewoon meegedaan. Dat is Dead Snow. Voilà. Ik weet er echt niks van. Dus is het goed of niet, laat het keer weten. Dan de volgende film zijn mijn vriendin van. Dat is echt een heel goede film. Le Huitième Jour, denk ik dat je het uitspreekt. Le Huitième Jour. Ja, ik weet het niet. Dien, ze zei tegen mij dat het echt een schone film was. Dus ik ben wel een keer benieuwd voor hem te zien. Dan de volgende film was een euro en half, maar dat is ook niet veel voor 3 films. Een boxset van Dr. Dolittle, waarvan dat er 1 nog in plastic zat. Zo, een euro en half. Dan de volgende is met Johnny Depp, dat is Rango. Voilà, die heb ik vroeger ook nog gezien, dat was echt nog een goeie. Voilà, we hebben er nog 4 te gaan, mensen. En het zijn nog 4 Jackie Chan's. De eerste Jackie Chan is New Police Story. Die heb ik wel nog een keer gezien vroeger. Dat was wel nog een goeie dat. Dan de volgende is trouwens al die Jackie Chan's waren 20 cent stuk. Hè. Dan de volgende Jackie Chan was The Medallion. Voilà. Dan de volgende is Rush Hour 3. Met Jackie Chan. En dan de volgende. Dus een tijdje geleden was ik naar de Robbenmarkt geweest. En dan film ik zo af en toe een keer de films die daar liggen. En er was iemand die gecomment had van, ja, maar je moet die film moest je zeker meegepakt hebben, want dat is een zeldzame film en dat is een mega hoeien. Dus ik had hem vandaag weer zien liggen voor 20 cent. Ik heb hem natuurlijk niet zien liggen. En dat was Jackie Chan Drunken Master. Voilà. Dus ook blij dat ik hem in de collectie heb. Voilà, dat waren al de films. Ja, dat is het een beetje voor deze week, voor dit weekend van Rome Marten. Dus volgend weekend zal ik waarschijnlijk ook wel Rome Marten doen. Dus ja, sowieso komen er nog leuke video's aan. En ja, we gaan ervoor. Hè. Goed, dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Reageer alsjeblieft, geef een like. Gewoon dan een keer naar van onder gaan en gewoon op dat duimpje omhoog klikken. Gewoon klik en ik ben super tevreden. Het zou echt de max zijn. Dus ja, allee,
Ik zou maar één ding nog zeggen. Salut!